Het uitvoeringsorgaan Basiszorg viert vandaag haar 5-jarig bestaan. In dit kader heeft zij een health and fitness get-together georganiseerd. Het doel was om informatie te verstrekken, preventieve zorg te promoten en sport en recreatie te bevorderen. Het uitvoeringsorgaan Basiszorg is belast met de uitvoering van de wet Nationale Basiszorgverzekering en ziet toe dat zaken die in de wet zijn opgenomen nageleefd worden. Rachel Perry, directeur van het uitvoeringsorgaan, zegt dat met de inwerkingtreding van deze wet er veel verbeterd zal worden op het gebied van de basiszorg. Toen de wet is in werking getreden, is er ook duidelijk gezegd dat het een begin is om naar beter te gaan. En er zijn veel verbeteringen opgetreden. Met wat het voorheen was en met het, wat de afgelopen 5 jaar is geweest, is er heel veel verandering opgetreden. Er is ook veel meer discussie losgekomen om over dingen te praten die toen niet mogelijk waren. Dus ik zeg, er is heel veel gebeurd, in positieve zin. We hebben nog wat strubbelingen, maar die moeten gewoon nog de komende tijd oplossen. Gewoon ter verbetering van de consument. Want het uitvoeringsorgaan is vooral op de consument gericht. Waarbij we dus ervoor willen zorgen dat iedereen gebruik kan maken van zijn recht. En daarom is een van onze taken ook consumentenbehartiging. Zodat de mensen hun meldingen, hun klachten, wat ze ook hebben over hun ziektekostenverzekering, bij ons kunnen deponeren. Zodat we ze kunnen helpen en begeleiden waar nodig. Perry zegt dat Surinamers onvoldoende bewust zijn van hun eigen zorg. Dit blijkt uit een onderzoek dat het uitvoeringsorgaan Basiszorg heeft gedaan. We hebben zelf ook een onderzoek gedaan naar de ervaringen van de mensen over toegankelijkheid en kwaliteit. Maar ook over wat weet men over hun polis en waarop ze recht hebben. En men is nog een beetje niet heel erg bewust daarvan. En daarom zijn we er, want als je over iets twijfelt, dan kan je ons gewoon contacten en vragen van hé, maar dit en ik moet voor dit betalen of dat is er niet bij. Hoe zit het? Weet je, is het in de wet opgenomen? Heb ik daar recht op? En als je er daar recht op hebt, zegt de wet dat als je verzekering hebt, dat je eigenlijk zonder contante betaling van die zorg gebruik moet kunnen maken. Toch? En dat is waar we naar streven voor iedereen. Tenminste, die basiszorg moet er voor iedereen zijn zonder dat ze steeds hoeven te betalen, want daarom is het een verzekering. Rachel Perry, zij is directeur van het uitvoeringsorgaan Basiszorg. Ze benadrukt dat het orgaan onafhankelijk is en zich inzet voor elke Surinamer.